Hallo, ik ben Wouter van Machines Crispijn. We zijn gespecialiseerd in conventioneel metaalwerkingsmachines. Nu, het gebeurt heel vaak dat wij hier in de toonzaal of via onze webshop verspalen.be vragen krijgen over boren. Er zijn heel veel verschillende soorten boren. Welke boor gebruik ik best in welk materiaal? Is een duurdere boor per se een betere boor? Daar gaan we nu proberen een antwoord op geven. De spiraalboren kunnen opdelen in vier categorieën. De gewalste boor, de geslepen boor, de kobaltgelegeerde boor en de volwaard metaalboor. De goedkoopste spiraalboren op de markt zijn de gewalste H6-boren. Je herkent ze enerzijds onmiddellijk aan de zwarte kleur. Maar nog belangrijker dan de kleur, is eigenlijk in de overloop van de spiraal naar de schacht, is de boor heel slecht afgewerkt. Dat is typisch aan het walsproces, omdat het eigenlijk getrokken wordt. Deze boren gebruik je dan ook meestal in zachtere materialen, zacht staal. De gewalste boren ga je vooral gaan kiezen als prijs de doorslaggevende factor is. Zeker als het naar grotere maten gaat, zoals dit of nog groter, dan kan dat toch wel tot 3 keer goedkoper zijn dan een geslepen boor. Wil je hoger gaan in kwaliteit, dan kan je kiezen voor een geslepen boor. De geslepen boor is gemaakt uit hetzelfde materiaal als de gewalste boor, dat is ook HSS of snaalstaal. Het verschil zit dan vooral in het productieproces. De gewalste boor wordt gewalst, de geslepen boor wordt eerst gefreesd en dan nageslepen. Daardoor gaan de boringen die je maakt met een geslepen boor veel, veel nauwkeuriger zijn. De kleur van een boor is niet altijd een indicator voor het soort boor. Bij een gewalste boor zie je echt wel duidelijk de treklijnen van het walsproces en zie je in de uitloop dat dat wat slechter afgewerkt is. Bij de geslepen boor zie je dat de boor eerst gefreesd is, daarna wordt nageslepen en de uitloop hier is ook mooi gefreesd. De geslepen boor is echt wel de courante boor voor in de werkplaats waar je gaat werken in staal en verschillende materialen. Ga je gaan werken in roestvast staal, dan is de kobaltboor veel meer geschikt. De kobaltgelegeerde boor wordt op dezelfde manier gemaakt als de gewone H6-boor, met dat verschil dat er onder de vorm van een legering kobalt wordt toegevoegd. Meestal is dat 5 of 8%. Die kobalt gaat ervoor zorgen dat de boor veel harder wordt, veel slijtvaster en de warmte beter gaat afvoeren. Als je in roestvast staal gaat werken, is de enige goede keuze een kobaltgelegeerde boor. Ook bij het boren van gewoon staal, als de omstandigheden niet ideaal zijn, als je de snijdruk en de snelheid niet kan regelen zoals bij een handboormachine, kan het echt wel renderen om voor een kobaltgelegeerde boor te gaan. De laatste soort boren die we gaan bekijken zijn de volhardmetaalboren. De volhardmetaalboren zijn de duurste en ook de hardste boren, maar doordat ze zo hard zijn, gaan ze ook sneller gaan breken. Daarom dat je een volhardmetaalboor enkel gaat gaan gebruiken bij een gestuurde machine, waarbij er heel hoge snelheden noodzakelijk zijn. Maar hardmetaal kan ook heel nuttig zijn in de werkplaats. Door het gewone buigzame HSS te gebruiken voor de schacht en de snijkanten van opgelaste hardmetalen plaatjes te voorzien, combineer je eigenlijk het beste van twee werelden. De boor zal niet zo snel breken doordat die schacht van het zachter materiaal is, maar de snijkanten zijn wel ongelooflijk hard door het hardmetaal. Ook de kostprijs van zo'n boor zal op zich niet zo hoog zijn doordat enkel de punt is voorzien van het hardmetaal, dat wel vrij duur is. Dus de hardmetaaltip of de HM-tipboor is een echte probleemoplosser. Als je een afgebroken tap of een afgebroken boor moet gaan uitboren of in een exotisch materiaal, dan kan de hardmetaaltip echt wel de oplossing zijn. Zo, even samengevat, de gewalste H6-boor is de goedkoopste als je niet verder gaat dan zachte materialen en staal. Als nauwkeurigheid en degelijkheid belangrijk is voor jou, dan kies je beter voor de courante geslepen boor. Ben je actief in het bewerken van RVS of boor je in onder moeilijke omstandigheden, dan kies je best voor de kobaltgelegeerde boor. Zo, hopelijk helpt deze video je een keuze te maken de volgende keer dat je een nieuwe boor nodig hebt. Tot ziens!